Als het goed is, hebben we nou contact met iemand anders. Een bekende van de show. Ja, goedenavond, Philip. Van Standaard Music. Een hele goede avond, heren. Even zwaaien naar jou. Goedenavond, Philip. Hallo, goedenavond. Hey, hoe gaat het met je? Ja, goed. Beetje lonely zo af en toe. Maar dat hebben jullie denk ik meer gehoord de laatste tijd. En heel veel thuis. Wel druk aan het werk voor mijn andere job ook. Maar tegelijkertijd ook nieuwe nummers aan het schrijven. Want dat, daar heb ik nu wel tijd voor. Leuke nieuwe ideeën. En onlangs begin januari een nieuwe single uitgebracht. En dat we wel dachten, laten we het nieuwe jaar in elk geval een beetje met een positive vibe beginnen. Ja, optredens kun je natuurlijk niet geven. Doe je wel eens aan online optreden of dat niet, Philip? Nee, hebben we niet gedaan. Rosita is best wel ook best wel voorzichtig ook met corona. Ik zelf ben op zich misschien ietsje minder bang ervoor, maar het is op dit moment gewoon eventjes behelpen. En we hebben ervoor gekozen om lekker nieuwe nummers te maken. En zodra het weer kan, zijn we weer overal van de partij daar waar mogelijk. Ja, en s'avonds die avondklok, hè? Even daarop inhakend. Hou je dat een beetje vol? Ja, ik was bijna van plan om nog een hond te kopen. Ik zorg dat ik voor negenen gewoon mijn ding heb gedaan. En dat ik s'avonds volledig met een volle koelkast lekker thuis zit. Dat ik niet denk, oh jee, ik mis wat. Dus de kilo's die vliegen er bij jou ook aan? Nee, Peter. Ik heb de godvergeten mazzel dat ik erin kan gooien en doen wat ik wil. En dat ik van het liggen op de bank een sixpack heb. Oh, ik ben jaloers. Hey, jouw nieuwe single is uitgekomen. Je zei het al, toch besloten om in januari bij de nieuwe single te komen. Waarom? Ja. Nou ja, we wilden het nieuwe jaar toch, wat ik net zei, al positief beginnen. Onze laatste single daarvoor was alweer van een aantal maanden daarvoor. We wilden een lekker upbeat, lekker danceable nummer uitgeven met een beetje 90s sound erin. En het jaar dus, wat ik net zei, op een positieve wijze beginnen. En dit leek ons een goede manier. Ja, en waarom deze plaat? Freeze the night, ja. So morning never comes. Kijk, we hopen eigenlijk op dit moment eigenlijk dat de morning wel komt. Omdat we eigenlijk hopen dat straks alles voorbij is en we een beetje back to normal kunnen. Maar het is een love song. Het is een romantic song met een positive vibe, lekker dansbaar. Waarin het gaat van freeze the night, so morning never comes. And I stay in your arms for all time. Dus het is een lekkere, hopelijk catchy love song. Mooi voor Valentijnsdag, hè? Zo'n plaat. Kijk, je haalt het helemaal. Kijk, Peter, ik snap hem. Goed, ja, ik kop hem maar even in voor je. Ja, fantastico. Super. Hey, zo meteen dan gaan we eventjes draaien op RN7. Maar nu zijn er ook een heleboel artiesten die iets van online optredens gaan doen. Ben je dat ook van plan? Het hangt er nog een beetje vanaf wat nu de komende maanden een beetje de vooruitzichten zijn. Het is op zich een leuk idee om misschien een kleine gig te doen samen met Rosita. Maar voordat ik dat hier toe zeg en het wordt straks een nee, dat vind ik ook sowieso jammer. Dus voordat ik nu zeg, we gaan het doen. Maar ik neem het zeker mee. Hebben jullie al optredens gepland voor het komende jaar? Ergens vanaf juli, augustus of zo? Nog helemaal niks? Nee, helemaal niks. Nee. Voorlopig zet Philip nog even lekker op de bank. Lonely. Maar ik wel een heel gaaf nieuw lente-nummer als opvolger van De Zomer is van ons nummer uit 2017. Die had eigenlijk vorig jaar uit moeten komen. Gerard Joling vond hem zelfs helemaal te gek. Ik zat bij hem in de auto en ik zong hem voor hem. Hij zegt, hey, die vind ik fantastisch, Philip. Maar toen kwam corona, dus alles... ik heb nu ook besloten om hem dit jaar ook nog niet uit te brengen, want maart begint binnenkort. We zitten nog met lockdown, et cetera. Dus ik heb gezegd, 2022... moet een knaller worden. En als je dan als je dan met Gerard Joling in de auto zit, hè, is het dan niet leuk om dan misschien met Gerard Joling een keer een leuke plaat te maken? Dat zal wel bij jullie passen, denk ik. Als hij daarvoor in is, dan hou ik me van harte aanbevolen. Maar ik ga hem binnenkort hem weer eens bellen. Maar ook hij is heel voorzichtig met corona. En hij vindt het in ieder geval een te gekke song. En ik heb hem zelfs al in het Duits en het Engels ook geschreven. En ik heb hem aan een paar Duitse stations een kleine demo laten horen. En die zeiden, dat kan ja richtig groot worden hier. Dus ja, wie weet.